Dag, ik ben Marinus de Poter en ik help teams om toekomstbestendig te blijven. Regelmatig krijg ik vragen van leidinggevenden over procesmanagement. De rode draad in die vragen is dat hun procesbeschrijvingen verouderd zijn, dat die de complexe praktijk niet goed weergeven en dat ze er niet erg intuïtieve applicaties moeten worden bijgehouden. Je herkent het vast vanuit je eigen praktijk. Het is allemaal niet zo handig en het kan gelukkig toekomstbestendiger. Het begint er allemaal mee dat je als team het belang inziet van jullie processen. Jullie kunnen van alles bedenken aan strategieën, ambities, doelstellingen, maar jullie bedrijfsprocessen, daar moet het allemaal gebeuren. Vanuit welk perspectief je het ook aanvliegt, bijvoorbeeld lean management, compliance management of kwaliteitsmanagement, altijd kom je uit bij jullie processen als de basis. Processen zijn gestructureerde taken en activiteiten waarbij input wordt verwerkt tot output, waar mensen waarde aan hechten. In die processen creëren en beschermen jullie waarde voor jullie interne en externe stakeholders. Als jullie de processen niet op orde hebben, dan merken die belanghebbenden dat. Beleg daarom het eigenaarschap van jullie processen goed en help de proceseigenaren bij het inrichten, uitvoeren, evalueren en verbeteren ervan. Denk daarbij in interne en externe klantketens en maak helder wie de regisseurs zijn. Zie procesmanagement als een belangrijk onderdeel van kennismanagement. Ga als team steeds na in hoeverre jullie de processen willen standaardiseren. En doe dat op basis van de kennis van de professionals die aan en in de processen werken. Als jullie voor jezelf niet inzichtelijk hebben gemaakt hoe jullie nu werken, dan wordt het lastig om verbeteringen door te voeren op basis van wet- en regelgeving, best practices of nieuwe inzichten. Leg de processen, zeker om te beginnen, alleen op hoofdlijnen vast, want anders kunnen jullie ze al snel niet meer onderhouden. Ga niet gelijk een dure applicatie kopen en daar alle heil van verwachten. Als jullie het zonder die applicatie al niet op orde hebben, dan gaat jullie dat met die applicatie ook vast niet lukken. Goede documentatie geeft inzicht in welke transacties waar worden geregistreerd. En die gegevens vormen jullie business intelligence. En goede informatie is de brandstof voor jullie besluitvorming. En daar worden jullie interne en externe klanten blij van. Neem gerust even contact op als je wilt sparren over de uitdagingen van jouw team. Ik hoor graag van je.